Hallo, ein Willkommen, Iedereen. Das ist so mühlig, so ein begrüßende Ton in den Niederlanden, als ihr dazu absolut nicht gewohnt seid, nicht mehr. Ich tue viel zu wenig Videos in den Niederlanden. Und ich habe mir von Abend zurück mit Naut eingefunden, via Skype, dass wir doch jetzt noch eine Kehre gingen tun in der Lesung von Herzens von der Quart. Ich denke nicht, dass wir das hele Buch von Beginn dort Ende lesen. Wir haben Kapitel 1 gelesen, im Untergrund zu Rome. Da sind andere Dinge, die wir sicher daraus wollen vorlesen. Da sind viele Dinge, die darüber besprochen müssen worden, die wir auch hier graag wollen gern tun. Aber wir wollen da nicht echt so ein Folgeorder beihauen von Kapitel 1 und dann 2 und dann 5 und dann 6. Das hofft auch mal nie in der Folgeorder zu sein. Wir gehen gewohnt los, ein bisschen darüber gern praten. Und jeder, die da mehr darüber will wissen, die hat dort in den Detail will wissen, die hat zwei auf drei verschiedene Möglichkeiten. Die kann A, mein Engelse Lesing ankeke, die kann B, mein komplette deutsche Lesing davon kicken, auf die kann C, gewohnt, heel simpel, nach Archive gehen, archive.org, nach der Bibliothek von mir, auf nach der Bibliothek von Naut, die alle beiden in der Beschreibung von diesem Video beistaat, kann das Buch ob Archive bekeken, of kann es downloaden und kann es sich auf seinem Computer bekeken und selbst rüstig lesen, was ich sowieso alltid anbefehle, um zu tun. Und wenn ihr dann Fragen habt, ja, dann könnt ihr die Fragen gerüst alltid stellen in unsere Videos, weil die müssen sich nicht beperken durch die Dinge, die wir besprechen, was natürlich logisch soll sein und fein soll sein. Aber ihr könnt auch gewohnt sagen von, kijk, ich habe das und das gelesen und ich habe da und da eine Frage über, weil das Buch ist nicht alltid hier und da deutlich. Nee, das Buch ist nicht alltid hier und da deutlich. Das ist darum, dass ich in meiner deutschen Lesung, ich weiß nicht, ich denke, mehr als 40 Videos getan habe, um durch das hele Buch durchzukommen, um dort da so viel Örtlich beihört, extra Örtlich muss gegeben worden über die Dinge. Das hört dann eine Chemie bei. Und den eine, die opent sich so iets ab, da opent sich das und die liest das und die verstaat das. Und der andere sagt, da vor mir ist das ein bisschen gesloten, ich komme da nicht so hin. Das ist natürlich auch ein makkeliger, als man die Bibel kennt. Was ein anderer sagt, kennt auch nicht jeder, die mit Herzens von Quart beginnt. Aber ich sage jetzt, egal dabei bleiben, egal das eigentlich, elke Sendung muss ich wieder herhalen. Als ihr Hauptstück 1 von Herzens von Quart kann wir legen, muss ihr das Buch in den Wellback drücken. Als ihr das nicht könnt, dann seid ihr verpflichtet, um da mehr darüber zu lesen und mehr darüber zu wissen zu kommen. Weil Hauptstück 1 ist gewohnweg eine Offenbarung für Menschen, die die Welt wollen gern begreifen. Einen eins mit Fakten konfrontiert worden, die ihr nooit eerder ergens anders vertellt werden. Weil da ist das Buch Herzens von der Quart echt heel gut vor. Darum bin ich auch heel dankbar, dass Naut das Buch vertalt heeft. Und nu können wir endlich Bruder Naut hören und dann geht er uns müssen sagen, was wir vandaag gaan studieren. Willkommen, Naut. Ja, dankjewel, Jurich. Ja, ik zat te denken om vandaag hoofdstuk 10 van het boek te doen. En dat is definities. En waarom wil ik dat hoofdstuk doen? Omdat de mensen in het dagelijks leven niet in aanraking komen met wat is Jezuïet eigenlijk? Wat zijn dat voor mensen en hoe uit zich dat in het dagelijks leven? En bij definities kun je een beetje zien hoe de... Hoe crafty, dus hoe slim, hoe, ja, hoe dat, ja, die mensen zijn eigenlijk zo dat ze iets zeggen, maar in hun hoofd kunnen ze zeggen nee, dat is niet zo. En dan is dat bepaald dat het Ja, dat ja, noemt men niet zo mentale is. reservatie. No? Ja, dat Dat ze het bedoel ik. ene zeggen en het andere bedoelen. Ja. En ik denk dat dat dagelijks in het leven, vooral in de politiek en in dat soort contraien, dat dat heel veel voorkomt. Want wij hebben een minister-president die heet Mark Rutte. En altijd als het moeilijk wordt, dan heeft hij de volgende tekst. En dat is mij even ontgaan. Dat herinner ik me niet meer. En enzovoort, enzovoort. Ja, Dus. en kijk dan eens een keer dan nu, naar de nieuwe premierminister in Engeland. Die gaat ook niet veel beter zijn, hè? Ach ja, dat is ook zo'n robot, ja. Een Indische robot dan nog wel. Ja. En wat dacht je van die dame in Italië die rechts zou zijn en Ja, meteen dat is ook weer zoiets, ja. de hand schudt met het WEF Maar enzovoort. interessant vind ik over die nieuwe Engelse premier. Daar is gisteren een video uitgekomen van een zevendaags Adventist, die, alhoewel dat hem zevendaags Adventist, denk ik hem zeer hoog inschat, Adrian McQueen, zijn ministerie noemt, of zijn ministerie noemt, Even at the Door. En die heeft gisteren een
Video uitgebracht dat voor zijn normen eigenlijk zeer klein is, namelijk maar een kleine 15 minuten, maar uitsluitend over de nieuwe Engelse premier. En daar vind je toch ook een, ik denk, is het Boris Johnson of zo, die daar een speech gaat geven over van dat we ooit eens een keer een Indische premier zullen hebben? Of is het een oudere? Ik weet het niet. Kijk het zelf. Ik zal straks zien dat ik de video ga verlinken in de beschrijving van deze video. Dan kunnen we eens gaan kijken van Even at the Doors, een kleine 15 minuten lang over de nieuwe Engelse premier. En bij die politicus, of dat nu de Engelse premier is, of dat de Nederlandse premier is, of dat Duitse bondskanselier is, Amerikaanse president of wat dan ook, dat zijn allemaal mensen die werken met mentale reservaties. Ja? Dat zijn geistige voorbehalte, zoals men dat in Duits noemt ook. En die werken met probabilismus. En wat dat allemaal voor jesuitische termen zijn, daar gaan we ons zeker ook in de loop van dat boek van Heersers van het Kwaad mee bezighouden. Niet waar? Ja, ja. Nee, maar het leek mij dus wel interessant om een beetje een idee voor de mensen te hebben. Wie zijn nou eigenlijk de jesuiten en hoe zien we dat in het dagelijks leven terug? En ik denk dat we het hoofdstuk moeten lezen, want ik kan wel wat meer vertellen, maar ik weet het ook allemaal niet meer uit mijn hoofd hoe het zat. Dus ik denk dat we moeten gaan lezen. Oh ja, over die Engelse minister-president is dat? Premier? Mm-hmm. Ja. Die man die heeft dus helemaal niet de Engelse. Die heeft dus een Indisch en een Amerikaans paspoort. Dus hij heeft helemaal niet de Engelse nationaliteit. Dat is ook wel heel erg apart aan de situatie, wat ik heb begrepen. Ja, dus gelijk dat verhaal van dat Obama geen Amerikaan was, hè, waar uit Kenia kwam. En niet Amerikaans geboren was, waar doch in de constitutie staat dat alleen iemand die op Amerikaanse bodem geboren en getogen is, mag kandidaat zijn voor de presidentschap. Maar kom. Die doen daarmee toch wat ze willen. Ja, precies. In elk geval, we zien hier hoofdstuk 10 definities. Wij beginnen met een interessant quota, een citaat uit de Bijbel. Da lesen wir nämlich in the Bible of the children of Asher after their families, of Jimnah, the family of the Jimnites, of Jesui, the family of the Jesuites, of Beriah, the family of the Beriahites. Interessant, dus Jesuiten kommen all in the Bible vor. Nein, ist nicht dat. Dat ist ein echter, tussen Anhaltungstekens, Zufall. Dat heeft nichts mit den Jesuiten zu tun. Want de orde van de Jesuiten, en daar spreken we ook al direct over, ik zie het hier al in definitie staan, de term Jesuit werd voor het eerst gebruikt. Hè? Dus, de Jesuiten is alleen maar een straatnaam die men aan de orde van de Sociedad Jesus geeft. Ja? Of hoe dat ze toen genoemd werden. Maar dus in de Bijbel staat dus daadwerkelijk iets over de Jesuiten, Jesuites. Ja? Je kunt het hier daadwerkelijk nalezen. Het is volgens mij uit het boek van Numeri, als ik niet mis ben. Dat zullen we straks wel zien. Ah, hier, ja, Numeri. ik heb het niet voorgelezen, echt waar. Het is gewoon wat ik nog uit het verleden weet. Ik begin maar een keer te lezen, Nout. En als je iets wilt invullen, als je iets wilt toevoegen, commentariëren, dan alsjeblieft ben je van harte welkom. De term Jesuit werd in 1559 voor het eerst gebruikt om een lid van de Sociëteit van Jezus te beschrijven. Ja, dus die gezelschap werd opgericht in 1534, werd geordineerd in de Romeins-Katholieke Kerk als een orde, als een monnikenorde, in 1540 door Antichrist Paulus III. En dan hebben ze tussen 1545 en 1563 het Concilie van Trient opgebouwd en geleid. Dat is het counter-reformatorische concilie. En dus tijdens die periode, in 1559, werd de term Jesuit gebruikt om een lid van de Sociëteit Jezus te beschrijven. Deze term is niet van binnenuit, ja, dus niet vanuit hunzelf ontstaan, maar van buiten de Sociëteit ontstaan. Of het nu spottend of respectvol bedoeld is, Jesuit lijkt geïnspireerd te zijn. We vinden namelijk in de Bijbel, uit de autoriseerde Koning James versie, op die dus ook die Statenvertaling gebaseerd is, vertaalmatig, die wij altijd citeren, uit het boek Numbers of Numeri,
denke ich, ist es in Nederlands. Kapitel 26, Vers 44, die Vermeldung von Jesuiten. Diese Jesuiten waren das Nageschlacht von Jesuai. Wiens Namen Hebräus Fischi, Niveau, betekent. Die Jesuiten haben die protestantische Dreigung sicher tot ein lach Niveau gebracht. Jesuai war ein achter Kleinsohn von Abraham. Sein Vater war der israelitische Stammhoft Asher, das betekent glücklich. In Genesis Kapitel 49, Vers 20 wird von Aschers Nageschlacht grottelig geprophetiert. Zitat, hij zal koninklijke lekkernijen leveren, maar Adanim, lekkernijen. Hun unieke bevoorrechte toegang tot het verstand en de wil van koningen hebben de Jesuiten zeker in staat gesteld zich over te geven aan overvloed en oogsten van koninklijke lekkernijen. Ja, daar heb ik wel iets op aan te merken. Ja, alsjeblieft. Ik ben bezig met het boek te lezen van Griesinger, de historie van de Jesuiten tot aan zijn tijd dat hij klaar is met schrijven. Dus als ja, je wat van meer 1540 op... tot 1866. Ja. En daar wordt expliciet beschreven hoe de Jezuïeten zich hebben ingewurmd in het koninklijk leven, in de adel. En hun wil hebben opgelegd aan de koningen en aan de keizers. En wat ze allemaal voor buitensporige geweldsdelicten ze eigenlijk op hun geweten hebben. En nog steeds trouwens, maar het is echt... heel apart om te lezen allemaal. En ook de Paraguayse reducties, die worden er ook expliciet in beschreven. Dus dat is ook wel interessant om te lezen. Dan weet je ook meteen waar communisme vandaan komt. Mm-hmm. Ja, vele mensen nou vragen zich misschien af, ja, maar hoe kan dan zo'n katholieke orde al die koningen zich onderdaan maken, al die koninkrijken zich onderdaan maken, door altijd maar die leiders te controleren? Hoe doen ze dat dan? Wel, dat is iets wat bij Griesinger heel goed beschreven wordt. En Griesinger is niet de enige die het beschrijft. Hij is een van vele autoren die dit onderwerp zeer nauw te harte neemt. En over de Jesuiten enorme studies gedaan heeft. Zo goede studies zelfs, dat zo'n auteur als Eric John Phelps, die den een of andere misschien kent, dat boek van Griesinger als basis genomen heeft voor zijn eigen boek. En dat boek van Eric John Phelps, dat de meeste mensen wel tenminste van naam kennen, is Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends. Wounded in the House of My Friends is natuurlijk ook een citaat uit de Bijbel, dat komt uit de Psalmen. De punt is gewoon dat men zich afvraagt van hoe kunnen de Jesuiten altijd in deze hoge posities komen? Want ja... Als je de wereld wilt veranderen, dan kun je dat dus niet vanuit een grassroots-movement, een klein movement doen. Jezus Christus was, als men überhaupt iets met een grassroots-movement zou kunnen benoemen, eventueel een grassroots-movement. Maar de punt is gewoon van, hoe doen ze dat? Well, ze doen dat heel simpel. Ze zijn van de paus geordineerd geweest. Ze hebben bulles en breves gekregen. Dus ze hebben bevelschriften gekregen van de paus, waarmee dat ze verwelkomd werden in elk van die landen waar ze binnengingen. Dat was bijvoorbeeld bij de herovering van Azië, het eerst Indië, waar ze binnenkwamen. En later zijn ze via Indië naar Japan en via Japan naar China en zo verder. Dat kunnen allemaal bij Griesinger nalezen. Allemaal interessant. Maar het punt is dus, ze hebben dus altijd empfehlingsschrijven, zeggen we in Duits, aanbevelingsschriften meegekregen. Van de hoogste autoriteiten van de Romeins-Katholieke Kerk, de paus zelf, waar dat gezegd werd dat deze, tussen aanhalingstekens, missionarissen van de Jesuiten moeten ontvangen en in alle mate ondersteund worden. Dus de Romeins-Katholieke Kerk geeft al haar steun aan deze mensen die daar zo in land binnenkomen. En daardoor werden ze heel snel geïntroduceerd in de leidinggevende, of met de leidinggevende mensen in dat land. Is dat nu een koning? Of ja, we spreken hier over middeleeuwen. Hè? Toen bestond niks anders als koninkrijken. Laat ons eerlijk zijn, dat waren allemaal koninkrijken of keizerrijken. Dus het was de zogenoemde nobiliteit. En deze nobiliteit, die ging bij de Romeins-Katholieke Kerk ter biecht. En wat is dat ter biecht gaan?
Aber der Bichtgarn will sagen, dass man sein Sonde obbicht an einen Priester. Das ist natürlich absolut nicht in der Bibel so beschrieben. Aber der romanisch-katholische Kirche tut nichts, was in der Bibel beschrieben ist. Man tut all das just nicht umgekehrt. Darum ist es auch die Kirche von der Teufel. Aber lad uns da mal eventuell nicht davon ab. Das gewohnt von die Menschen weten, dass sie in ihrem Leben viel schlechte Dinge tun, dass sie viel Sonde begangen und sie wollen von der Sonde reingewaschen worden, dass sie gehen nach der Bicht, in den Bichtstuhl bei den Priester und bichten die Priester ihren Sonden ab. Und die Priester hat dann die Macht durch die romansch-katholische Kirche hemgegeben, durch den Paus, der Vertegenwärtiger von sogenannten Jesus Christus hier auf Arne, um diese Sonden zu vergeben. Und dann kann die Mensch das ferner tun. Und diese Bichtstühle werden als erstes ingenommen durch die Jesuiten. Nun ist natürlich, als ich in die Bicht gehe, dann ist eigentlich da ein Bicht geheim. Naut, fall mir in das Wort, als ich verkehrt auf verkehrt spreek auf verkehrte Worte gebracht. Nee, je legt het prima uit. Ik kan het niet beter uitleggen als je nou doet. Ja, goed, ik weet niet of dat mijn termen altijd juist zijn vandaag, dat ik het niet weet. Ja, ze werden eigenlijk de biechtvaders, zo konden ze de koning, konden ze sturen. Daar wil ik dus, juist op neer. Ja, ze hebben dus door deze aanbevelingsschrijven, hebben ze dus de mogelijkheid gekregen om direct in deze posities te komen, om een vertrouwde positie, een raadgeverpositie, of zelfs een biechtstoelpositie in te nemen voor de heersers van het land. Of voor die hun familie. De koning is getrouwd met een vrouw en heeft kinderen. En die vrouw en die kinderen moeten opgeleid worden door leraars die wat kunnen. En de Jesuiten zijn nu maar een keer zeer geschoolde mensen. Ze kunnen, ik weet van gevallen waar ze tot 16 talen spraken. Spreken, horen, lesen en schrijven. 16 talen. Ja? Dus die waren hoch aangeschreven als leraars voor de nobility, voor de heersende klasse. En daardoor hebben ze rap het vertrouwen van die heersende klasse gekregen. En als dan dus iemand van de heersende klasse bij hun ter biecht gaat en dus hun zonden of zijn zonden opbiecht tegen die priester, dan zegt hij normaal gezien wat er als een biechtgeheim, die priester mag deze geheimen niet verder vertellen. Maar als lang als deze priester geen Jesuit was, heeft deze priester een superieur gehad die wel een Jesuit was. En als de superieur bij die priester gaat en zegt van ja, wat heeft hij dan nu in de biecht gezegd? Vertel eens een keer al zijn donkere geheimen. Ja, dan gaat die priester tegen zijn superieur en die zeggen van ja, maar jongen, ik heb een biechtgeheim, ik mag je dat niet vertellen. Dat is hem de langste tijd priester en biechtpriester geweest. Dus die geheimen werden doorverteld. En als de Jesuiten dan zelf die biechtpriesterpositie ingenomen hebben, waren ze zelf aan de bron daarvan. Dat is waarom dat vandaag de dag nog altijd mensen zoals Howard E. Hunt, was denk ik zijn naam, van de CIA, zegt dat het grootste intelligentiesysteem op deze wereld, dus met intelligentie bedoel ik dus nachrichtendienstlich, geheimdiensten, ja, dingen zoals de CIA, de Mossad, de MI5, MI6, Verfassungsschutz, MAD enzovoort, al deze geheime diensten. Dat informatienetwerk, het grootste informatienetwerk, de grootste geheime inlichtingendienst op deze aarde, heeft Howard E. Hunt gezegd, hebben de Jesuiten. En ze hebben het daarom, omwille van dat ze het al van begin af aan geleerd hebben, vanuit de biechtstoel. En de biechtstoel staat in elke parochie. Elke kerk heeft een biechtstoel. Elke vrouw gaat daar biechten en gaat aan de priester de geheime biechten die ze bij haar man niet kwijt wil. En zo gaat de priester de positie ineens van de echtgenoot innemen. Dan moet je een keer dat boek lezen van Charles Chiniquy, The Priest, The Woman and the Confession. Of The Woman, The Priest and the Confession. Zo noemt dat ongeveer. Schitterend boek. Daar verstaan hoe dat ze daar aan komen. En dat is dus echt van de kleinste kerk in het kleinste dorp tot de palast, tot het palast van de heersers.
waar ze dit doortrekken, waar ze alle informatie van betrekken. En dus als ze dus de biechtstoel één keer ingenomen hebben en dus de geheimen van die politieke leiders kenden, daardoor zijn deze leiders natuurlijk ook afpersbaar. Je kunt die dingen tegen hun gebruiken. Dat tussen andere tekens macht natuurlijk niet, maar kan de duivel toch niet schelen wat Marin niet macht. Want the end justifies the means. Ja? Het eind heiligt het middel. Dat je gebruikt. Daarom vind ik het zo makkelijk. Of daarom wilde ik graag dit hoofdstuk inderdaad lezen. Omdat hun de enigste zijn die de biecht gewoon door kunnen geven aan hun meerdere. Omdat hun gewoon niet te vertrouwen zijn. Omdat ze bepaalde principes erop nahouden. Wat jij nou zegt ook. The end justifies the means. En de mentale reservatie, dus als ze zeg maar tegen hun meerdere zouden zeggen van de biecht. En daarna zouden ze in hun hoofd zeggen van, maar ik heb dit niet hardop gezegd. Dan zouden hun het voor hunzelf al goed kunnen keuren. Dus liegen en bedriegen, alles wat vast, los en vast zit zo'n beetje. Ja. Daarom wilde ik dit graag even lezen. Ja, dat is zeker een interessant onderwerp. Ik vind gewoon eventjes, ik heb zo een keer zo mijn 5 minuten terug, waar ik zo over die dingen vrij de hand kan uitleggen. Dat gaat me eigenlijk het meest makkelijke van de hand, in plaats van alleen maar te lezen, is het dus gewoon spreken over die dingen, Nout. En daarom zeg ik ook, dat is ook misschien een nog interessante inleiding die we hier gaan doen, dat die mensen een keer zeggen van, ja, maar men vraagt zich altijd af van, hoe komen ze aan die posities? Waarom zijn ze die leiders van die grote? Omwille van dat ze door de begeleidbrieven die de Paulsen opgesteld heeft, direct toegang hebben tot de leiders van ministeries van een land, dat ze direct posities hebben bij verschillende graven of baronnen, of prinsen, of koningen. En ze werden ook overroeld, hè, in bepaalde situaties, zoals Spanje, dat de Jezuïten naar Zuid-Amerika moesten. En in geval van de Jezuïten, en de Spaanse koning wilde ze niet daar naartoe brengen, dan schreven de Jezuïten gewoon de paus aan. En de paus die eiste van de koning dat de Jezuïten naar Zuid-Amerika gingen, dat er geld werd vrijgemaakt daarvoor. Ja, dat is juist. En dat is natuurlijk ook allemaal mogelijk omwille van dat wij van bulles weten, zoals in Jungtum Nobis. Daar heb ik ja, denk ik, ook al over gesproken in het verleden. Deze bulla van 1543, waarmee de Romeins-Katholieke Kerk, met andere woorden de Witte Paus, de Zwarte Paus, in feite een volledige carte blanche geeft over dat hij zelfs de constituties van die gezelschap Jezu ten alle tijde mag veranderen, zelfs zonder meeweten of werken van de Witte Paus. En dat met dezelfde autoriteit alsof dat de paus deze constituties dan zo goedgekeurd zou hebben. Ik denk dat ik daar al over gesproken heb. Als niet, dan gaan we dat een andere keer gaan doen. Volgens mij hebben we het daar wel over gehad. Ja, ik dacht het, hè, dat ik het gezegd had. Hè. In Jungtum Nobis is ook een interessant hoofdstuk dat je ook kunt uitzoeken uit Griesinger. Griesinger heeft daarover gesproken, want daar ken ik het trouwens. Hè. Want voor de rest is dat op internet moeilijk te vinden, die bulla. Maar Griesinger heeft daarover gesproken. En dan heb ik het hier en daar eens een keer opgezocht. Dan moet je wel heel diep gaan research doen om daar achter te komen wat in die bulla staat. Maar goed. Den punt ist es gewohnt, als Menschen sich erfragen von, hoe kommen die Jesuiten alte direkt tot so ein Machtsposition? Weil, durch die Menschen, die politische Leitung von den Landen geben, die sind Katholik, und die sind das in dat Absicht abhängig von der restlichen Macht in dat Land. En ze geven hun eigen in de macht van dat land door bijvoorbeeld in de biechtstoel te gaan. Ja, de biechtstoel. Ik heb daar een interessant beeld. Ik zal een keer zien. Dat is echt tof, omwille van dat is in Nederlands. Ik heb dat in Duits altijd gebruikt. Je ziet dit hier, dat beeld hier. Wat hebben wij arm schapen gedaan? Dat we bij den wolf te biechten gaan. In Nederlands geschreven. Ja? Ik weet niet of dat je goed kunt lezen. Hè? Wat hebben wij arm schapen gedaan? Dat we bij den wolf te biechten gaan. Het is zo jammer, want Nederland heeft zo'n rijke reformatiegeschiedenis wat dat betreft. Maar dat wordt gewoon nooit meer aangehaald. Niet op de media. Nooit wordt er maar iets over besproken.
Dan moet je echt zelf gaan zoeken voordat je echt iets gaat vinden van hoe zit het nou met, hoe is Nederland eigenlijk tot stand gekomen? Wat is er daarna gebeurd? Wat is er met Nederland en België gebeurd? Hoe zit het met Nederland en Spanje en de Armada? Hoe is Nederland in Indië terechtgekomen? Daar wordt helemaal niks meer over geschreven, omdat ze gewoon bang zijn dat we erachter komen. Ja. Dat we Nederlanden te danken hebben aan de reformatie. Maar ja. Ja, maar ik vind dat dus schitterend. Ik heb dat beeld door de jaren heen altijd gebruikt als ik in Duits gesproken heb over de biecht. En dat was dus een beeld dat ik gevonden heb met juist deze Nederlandse tekst. Wat hebben wij arm schapen gedaan dat wij ten biechte, bij de wolven ten biechte gaan. Voilà. Dat we bij de wolf te biechten gaan. Ik vind dat zo schitterend dat het dan in Nederland ook nog is. Also vandaar kan ik eventjes zeggen, mensen, ne, zo kunnen jullie zien, zo klein is de wereld en wat een geluk dat ik Nederlands kan, dat ik dat toen gevonden heb. Ik zei van, ja, dat is fijn om te zien. Oké, goed. Maar we willen eens een keer een beetje verder gaan in het boek. Ik denk, dat is een vraag die veel mensen zich zo stellen van, hoe komen die mensen daar nog bij, dat ze direct in deze hoge posities terechtkomen, wel nu weet je hoe dat is. En we zullen een keer verder lezen wat Passage dan nog over te zeggen heeft. Dat boek is trouwens gewoon in pdf-formaat vrij te krijgen op archive.org, geloof ik, van Griesinger. Ja, dus, ja dat, in Duits en in Engels allebei op mijn archive-bibliotheek ter beschikking. Ja. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Het zijn twee volumes van allebei, denk ik, iets meer dan 500 bladzijden ongeveer. Maar goed, bij het vervullen van hun schriftelijke profetie schijnen de Jesuiten zich te hebben vervreemd van mensen die de Engelse taal gebruiken. Dit stelt Sint Ignatius niet teleur. Laten we hopen, schreef hij ooit, dat de sociëteit nooit voor lang voor de vijandigheid van de wereld onbezorgd zal worden gelaten. Amerika's eerste inheemse woordenboek werd samengesteld door Noah Webster en in 1828 gepubliceerd. En je kunt vandaag de dag nog, als je een Bijbels woordenboek zoekt, of een Bijbels geïnspireerd woordenboek zoekt, kun je nog altijd Webster 1828 in de Google of andere zoekmachine ingeven en dan vind je dat Webster 1828 woordenboek online. Ja, ik gebruik dat heel veel voor dingen op te zoeken. Sein Amerikaans Wordenboek van der Engelse Taal weerspiegelt de Platz, die die Jesuiten innehmen, nach der Meinung von dem Publik, wiens Senioren de Verklaring von Unabhängigkeit in de Grundwet gebracht. Webster selbst was 41 toen de Grundwet werd goedgekeurd. Also, dus dan spreken we over de jaren 1780 of zoiets. Hè? Jesuit, wat zegt dus Webster? Noah Websters 1828 Wordenboek. Jesuit, een lid van de genootschap van Jezus, zo genoemd opgericht door Ignatius Loyola, wat eigenlijk Ignatius de Loyola moest zijn, maar ja, die heeft ook verschillende manieren hoe dat geschreven wordt dus. Alleen Ignatius de Loyola, Ignatius van Loyola, Ignatius von Loyola of Ignatius Loyola, allemaal namen die op een en dezelfde persoon afdoelen. Een sociëteit die opmerkelijk is vanwege hun sluwheid en propageren van hun principes. De Jesuit, conform de principes van de Jesuiten. Jesuitische, een vrouwelijke Jesuit in principe. Maria Ward is hierbij een zoekterm die je een keer moet ingeven. Jesuitisch, met betrekking tot de Jesuiten of hun principes en kunst. 2. Ontwerpend, sluw, bedriegelijk, overweldigend. Jesuitisme. De kunsten, principes en praktijken van de Jesuiten. Sluw, bedrog, hypocrisie, dubbelzinnig, misleidende praktijken om een doel te bereiken. 178 jaar later laat Websters derde nieuwe internationale woordenboek van 1986 ons weten, de taal is niet veranderd. Onder Jesuit staat, een lid van een religieuze vereniging voor mannen in 1534 opgericht door Sint Ignatius Loyola. Saint is hier woord om al direct heilig verklaard. Hè? 2. Een gegeven aan intriges of dubbelzinnigheid. Een sluw persoon.
Kasuistik. En dan moet je een keer het woord casuïstiek opzoeken. Jezuïet is jezuïtisch. En jezuïtisch wil zeggen van of met betrekking tot de jezuïten, jezuïtisme of jezuïtheid. Wil aber ook zeggen kwaliteiten hebben waarvan wordt gedacht dat ze lijken op die van een jezuïet. USU, wat wil dat zeggen? Dat zegt me niks, USU, dat ken ik niet. Ik was net even bezig om dat op te zoeken, dat casuïstiek, want ik had dat eerder gestaan, dus ik moet even kijken. Ja, casuïstiek en sofistiek, dat zijn dus haarspelterijen, bij wijze van spreken. Hè? USU. Nou, de casuïstiek, dat is in het Nederlands om ervoor te zorgen dat iets redelijk lijkt. Om aannemelijk, maar onware redenen voor gedrag te maken. Ja, en sofistiek is zoiets als haarspalterij. Dat wil zeggen, je neemt een haar en je spalt het in twee. Een haar is al zeer dun, dus het is niet makkelijk om het in twee te spalten. Wat wil dat dus in feite zeggen? Ja, dat je daar een uitleg aan wilt geven die jij wilt zeggen. Dat je niet het hele haar neemt, maar dat je dat nog een keer spalt in twee en nog een keer in twee en nog een keer in twee. Zo klein maakt, totdat uiteindelijk die uitleg daarbij past die jij daaraan wilt geven. Ik heb daar de Engelse term voor, alleen dan moet ik even kijken. Het slimme gebruik van argumenten dat die waar lijken, maar in realiteit vals zijn. Om de mensen voor te liegen. Dat is eigenlijk sofistrijd. Sofie, wat was het ook weer? Sofistic. Ja, dat is Nederlands. Sofistic. Het is gewoon argumenten verzinnen die lijken alsof ze waar zijn, maar uiteindelijk niet waar zijn om te bedriegen. Juist, ja. En dus je kwaliteiten hebben waarvan wordt gedacht dat ze lijken op die van een jezuïet, of met andere woorden, kleinerend gebruikt. Jezuïtiseren, handelen of onderwijzen op de feitelijk of toegeschreven manier van een jezuïet. Indoctrineren met de feitelijke of toegeschreven jezuïtenprincipes. En jezuïtisme, principes of praktijken die aan de jezuïten worden toegeschreven, zoals de praktijk van mentale reservatie, casuïstiek en dubbelzinnigheid. Met andere woorden, casuïstiek en sofistiek. En mentale reservatie heb ik al in het begin vernoemd. Ja, dat is dus met mentale reservatie gaan ze dus bijvoorbeeld mensen daartoe brengen dat die een eed gaan zweren. Afgezien daarvan dat in de Bijbel duidelijk erin staat dat we niet mogen zweren. Uw antwoord zei ja, ja, nee, nee en alles verdere is van het kwaad. Zo staat het in de Bijbel geschreven. Maar dat als men zweert dat men mentale reservatie gebruikt en daardoor dan dingen kan zeggen in een eed af te leggen die men helemaal niet denkt door te zetten. Dat is mentale reservatie. Zo'n klein beetje al eens een keer uitgelegd. Ik vind het ook altijd. Ik vind het altijd mooi als op een gegeven moment de Amerikaanse president zijn hand op de Bijbel moet leggen en dan moet zweren op de Bijbel dat hij het beste voor Amerika voor heeft. Nou, in dat geval kun je er wel uitgaan dat hij mentale reservatie gebruikt. Ja. Ja, precies. En mentale reservatie is ook interessant in dat opzicht. Als wij spreken over de Royal Declaration. Ja, we hebben nu juist te maken met een nieuwe koning in Engeland. Ja, koning Charles III. Die waarschijnlijk niet dat feit van koning Charles I zal oplopen. Die onthoofd werd. Ik vrees dat die een beetje meer geluk gaat hebben. Maar de koning Charles hebben geen goede historie in Engeland voor zich. Maar je kunt dus nalezen in de Royal Declaration, Oath of Kings, Encyclopedia. Dat is zeer interessant. Ik heb daar eens een keer een video over gemaakt in de lezing van All Roads Lead to Rome. In het Engels ben ik daar expliciet een beetje dieper op ingegaan als in mijn Duitse lezing daarvan. Alle wegen führen naar Rome. De punt is dat dus in deze Royal Declaration, Oath of Kings, Encyclopedia, page 213, volume 13, dat daar iets anders staat als online. Hebt u interesse dat we dat eens een keer gaan bekijken hier nu? Ja hoor, als het bijdraagt natuurlijk. Ja, als het bijdraagt, daar ga ik dan maar vanuit. Hè? Kijk, we gaan een keer hier Google openen en we gaan een keer
Hoe noemt die katholieke encyclopedie? Catholic Encyclopedia. Advent, New Advent, Advent.org, dat was de naam die ik zocht. Voilà, en hier moeten we zoeken naar, ik ga u dat eventjes een keer laten zien, gewoon, we gaan dat heel simpel doen, Royal Declaration, dus we zoeken hier naar Royal Declaration. Ik heb me dat extra genoteerd, omdat ik dat altijd zo moeilijk vond, want je zoekt altijd naar Oath of dergelijke dingen meer. Oh, is dit de koning of koningin van Engeland protestant moet zijn? Dat is, nee, dat is de eed die door de koning of koningin van Engeland afgelegd wordt als hem die troon bestijgt. Zo, Royal Declaration. This is the name most commonly given to solemn repudiation of Catholicity, which, in accordance with provisions of the Bill of Rights of 1689 and the Act of Succession in 1700, every sovereign succeeding to the throne of Great Britain was, until quite recently, required to make in the presence of the assembled Lords and Commons. Dus de verzamelde Lords and Commons, dus die Nobility en de gewone Mens in dat Huis van Afgevaardigten in Engeland, daar heeft de koning of koningin, als hem de troon besteeg, deze verklaring heeft moeten afgeben. Ja? Interessant ist, als wir das hier gehen über die Texte, die hier start. IAB, ja, das da füllt dann den Namen von der Königin und so weiter. By the grace of God, King or Queen of England, Scotland, Ireland, Defender of the Faith, do solemnly and sincerely in the presence of God profess, testify and declare that I do believe that in the sacrament of the Lord's Supper there is not any transubstantiation of elements of bread and wine into the body and blood of Christ. Ja, das hier geht dann über die Eucharistie. Die gefeiert wird in der romansch-katholischen Miss, dass das nichts anderes ist als ein Offering, war das das Stückchen Brot durch die fünf lateinische Worte, hoc est corpus enem meum, der Priester das Brot verwandelt in der in het bloed en vlees van Jezus Christus. So. In Nederland heet dat de hostie. De hostie, ja. Dat stukje brood is die hostie, ja. Ik ben even aan het kijken. Ik moet hier volume 13 hebben, want ik heb natuurlijk deze encyclopedie ook geprint van 1900, in de versie 1907-1913. Want dat is in feite het punt over wat we hier aan het spreken zijn, want dat is wat we hier aan het lezen zijn, ja. Dat is dus uit die versie. Nu staat er hier. And I do solemnly in the presence of God profess, testify and declare. And I do make this declaration and every part thereof in the plain and ordinary sense of the words read unto me as they are commonly understood by English Protestants. Ja? Dus er zegt, hier ga ik dus solemnly ehrfürchtig in de aanwezigheid van God befestigen. Testify, getuige en verklare dat ik deze declaratie afgeef en jeden deel daarvan in, dem, in het gewone zin en het gewone verstand van de woorden zoals het tot mij gelezen worden, zoals zij in het algemeen verstaan zijn bij Engelse protestanten. Without any such dispensation from any person or authority or person whatsoever, ja, dus zonder enige dispensatie van enige persoon oder autoriteit, or without thinking that I am or can be acquitted before God or man, zonder dat ik denk dat ik voor God oder mens van kan vrijgesproken worden, or absolved of this declaration or any part thereof, van deze declaratie kan vrijgesproken worden, of any deel daarvan, although the Pope or any other person or persons or power whatsoever should dispense with or annul the same or declare that it was null and void from the beginning. So, dat is nu het één. Nu het interessante is, als we nu de geprinte versie gaan nemen, en nu kan ik jullie zeggen, nu wordt het interessant.
Und ich sagte von, ja, was lest ihr dann nu allemaal? Ja, das kann ja allemaal sein, das ist allemaal gut. Und jetzt gaan wir kijken, Blattseite 213. Ja, das ich ga eventjes hier de originele Enzyklopädie, die ich hier in Handen houd, openslaan. Auf Blattseite 213. Royal Declaration. Ich habe nun mein Loop dabei, mein Vergrootglas, weil das ist hier all donker und das ist sehr klein geschrieben. Und ich lese nun noch mal eine Kehr, das, was ich hier in blau unterlegt habe, aus Text, ga ich nun noch eine Kehr hier aus dem echten Buch vorlesen. IAB, by the grace of God, and so on and so on. And that the... So, und dann starte hier. That I do believe that in the sacrament of the Lord's Supper there is not any transubstantiation of the elements of bread and wine into the body and blood of Christ at or after the consecration thereof by any person whatsoever. Okay? Das haben wir just gelesen, ja? And that the invocation or adoration of the Virgin Mary or any other saint and the sacrifice of the Mass, as they are now used in the Church of Rome, are superstitious and idolatrous. And I do solemnly, in the presence of God, profess, testify, and declare that I do make this declaration and every part thereof in the plain and ordinary sense of the words read unto me, as they are commonly understood by English Protestants, without any evasion, equivocation or mental reservation whatsoever, and without any dispensation already granted me by the Pope or any other authority, bla bla bla, dasselbe, was da steht. Mal war liest ihr in der Online-Version, dass er sagt, commonly understood by English Protestants without any evasion, equivocation or mental reservation. Das steht das in der Online-Version da gewohnt, welchen nicht denn. And this is well the von 1913. Ja, das 1913 ist halt hier geprint, aber es geht über die Royal Declaration von der katholischen Enzyklopädie von 1913. And da steht das in mein geprinte Version in dat de Koning of Koningin, die die Ethie aflegt, heel deutlich sagt, dass es sondergeistige Vorbehaltung ist. Without any mental reservation, without any equivocation and evasion. Ja? Steht ganz deutlich hierin. Mal in der geprinte Version, die ich hier in meinen Händen habe, nicht in die Version, die ihr über das Internet könnt absuchen. Das ist belangrijk, ja? Welke da zie je onder andere ook hoe de Jezuïten aan het werken zijn. Ja, zeg maar. Welke zou die dan in het ware afgelegd hebben? Deze of die je net voorgelezen hebt? Nou ja, dat probleem is, in 1913 er bestonden nog geen computers. Daar had je alleen maar de gedrukte versie. Hè? Snap je wat ik wil zeggen? Ja, maar er is niet openbaar een keertje uitgesproken door de nieuwe koning. Die aan de hand daarvan die leest natuurlijk een veranderde eed voor. Dat is niet meer gelijk vroeger. Maar ik heb het over begin van de 20e eeuw. Waar we dus die katholische encyclopedie hier juist van voorgelezen hebben. En dat je hier dus ziet dat hier helemaal andere dingen daarin staan. Als hier in deze online versie. Natuurlijk zal die dat voorgelezen hebben wat we hier in de online versie voorlezen. Zonder die... equivocation and mental reservation en zo. Dat staat er hier al niet meer in, dat staat daar niet meer in, maar dat staat dus wel in de geprinte versie van 1913 in. En dat zijn natuurlijk dan ook wel dingen waar we zien van, ja kijk, daar heb jij dus de werkwijze van de Jezuïten. In dat geval zou ik zeggen, eraf met zijn hoofd. Ja, uiteraard. Uiteraard. Maar ik denk dat was eens een keer een interessant klein stukje om eens een keer te leren. Hè? Om dat eens een keer te kunnen gaan vergelijken. Ja, ja, heb je weer een voorbeeld, hè, van hoe ze te werk gaan met de royalties. Ja. Oké, verder in het boek zegt het online woordenboek van Webster, W.W. Webster 1999... ist besonders enthüllend. Hier lesen wir, dass der Jesuit betekent ein Lied von der Roms-Katholiken Sozietät von Jesus. In 1534 so sind Ignatius Loyola aufgerichtet, ein Geweiht an Sendings- und Opfudingswerk, des Agenten.
Ja. En dat een Jesuit-Zitat iemand is die zich bezighoudt met intriges van dubbelzinnigheid. W. W. Webster definiert intrigeren als bedriegen, misleiden, plotten en plannen. En dubbelzinnig maken als dubbelzinnige taal gebruiken in het bijzonder met de bedoeling om te misleiden. Om te voorkomen dat u zich vastpint met wat men zegt. Dubbelzinnige taal, volgens dezelfde bron, is taal, citaat, onderworpen aan twee of meer interpretaties en gewoonlijk gebruikt om te misleiden of verwarren. Van onzekere aard of dispositie jegens een persoon of ding, van twijfelachtig oordeel, voordeel, echtheid of moreel herstel. Einde citaat. Het Jezu... Ja, zeg maar. The Ministry of Truth. Hè? De ministerie van de ja, waarheid. Van George Orwell, ja. Inderdaad, ja. 1984. New Speech. Ja. Het Jesuitendiscipline geeft mentale reservatie, casuïstiek en dubbelzinnigheid tot een hogere kunst verhoogd. U zult geen hilarischere verdediging finden van deze hoge kunsten dan Blaise Pascals klassieker Pastorale Brieven. Ja, dat zijn Blaise Pascals Letters to the Provincials. 1657, gratis beschikbaar op het internet. Je kunt dan een keer zoeken, is niet makkelijk om te vinden. Dat zeg ik dan maar even mee bij. Ogenschijnlijk geschreven aan een vriend rapporteren de brieven gesprekken die Pascal voert met een Jesuiten-casuist. De Jesuit verdedigt zijn kunsten al dus, citaat. Mensen zijn tegenwoordig op zo'n niveau van corruptie beland, als ze niet in staat zijn om naar ons toe te komen. Wij bij hun moeten langsgaan. Anders zouden ze ons helemaal verstoten. En wat erger is, zouden perfecte verstotelingen worden. Het is om karakters als zulke te behouden, zodat onze casuïsten de ondeugden waarvan mensen met verschillende aandoeningen het meest verslaafd aan zijn in overweging hebben te nemen, met de bedoeling stelregels vast te stellen die, hoewel ze niet gezegd kunnen worden omdat ze de waarheid schenden, zo zachtaardig zijn dat ze inderdaad een zeer onpraktisch onderwerp moeten zijn, waarmee ze niet content zijn. Het grote project van onze sociëteit voor het welzijn van religie is om nooit iemand af te stoten. Laat hem zijn wat hij kan zijn en vermijd om mensen tot wanhoop te drijven. De moraaltheologie van de Jesuiten heeft nauwelijks een satiricus nodig. De moraaltheologie van de Jesuiten kun je leren als je de moraaldokters van de Jesuiten of van de Romeins-Katholieke Kerk leest. We beginnen hiermee bij Thomas van Aquin uit de 13e eeuw. Wij gaan verder over Boezenbaum, die hier al vermeld staat, Suarez en vooral van Grassmann in 1938 geschreven over, ach jong, nu kom ik niet meer op zijn naam, Liguori, sorry, Liguori. Ja. Liguori is een dokter in de Romeins-Katholieke Kerk, ja, een dokter van moraaltheologie. Ja. Hier zie je een werk van hem, Theologica Moralis. Opera Moralia, dus Operos, das heißt, das will ich sagen, von Huda zu Morales handeln, von dem heiligen Alfonsi Maria de Liguori, Doctoris Ecclesia, das ist ein Doktor von der Romeins-Katholische Kirche, nicht ein Doktor vor der Gesundheit oder so, aber das ist ein Doktor in Theologie, ja, ein sehr hochgestellter Lehrer in der Romeins-Katholische Kirche. En hier heb je een boek, dat heb ik in Duits gelezen. Ook, denk ik, is het bij in de speellijst van Griesinger, van mijn Duitse lezing van Griesinger. Die Jesuiten im Spiegel ihrer eigenen Sexualethik. Dus die Jesuiten in het spiegel van hun eigen Sexualethik. Dit zijn delen uit de moraaltheologie. Dat is de godgevallige leer van de zitten van de heilige Alfonsus Maria de Liguori en van de gevaar voor de zittelijkheid en de bestand der völkeren. Wichtig voor jeden Deutschen te lezen. Hier kun je die moraaltheologie van de Romeins-Katholieke Kerk inzien, dus van 1937, ik zei dat was 38, dus 37 precies. Een heel interessant boek. En dat is nog niet zo enorm dik. Ik denk iets met 100 bladzijden of zo, valt nog mee.
Maar wat je daarin leert is dat zo iemand als Liguori, die dus de moraaltheologie van de Romeins-Katholieke Kerk beschrijft, en dus ook een Jezuïet is, of, nou ja, hij heeft zogezegd een eigen orde opgericht die zoals de Jezuïten waren, of in de plaats van de Jezuïten in Frankrijk, de Redemptoristen. Dat is allemaal interessant om daarin te gaan, dat kunnen we vandaag allemaal liever spreken. Maar in elk geval heeft deze Liguori meer als 7000 bladzijden geschreven over de moraal. De Bijbel bevat geen 7000 bladzijden en daar staat ook alles over de moraal en die een christ zou moeten weten. Dat is juist het verschil. Daarom gebruiken zij casuïstiek en sofistiek en mentale reservaties en al die dingen die we juist over gelezen hebben, omwille van dat zij de waarheid zo verdraaien dat op het einde wit-zwart is en zwart-wit is, goed is kwaad en kwaad is goed. Ja? Daar komt het dus in feite op neer. Moraaltheologie van Alfonso Liguori. Je ziet hier nog een ander beeld van hem. Ja, als ik dat beeld al zie, dan zal ik al weg van lopen. en dat is geschreven van twee ja, van fraters, dus vaders, broeders. D.F. Miller en Alex Aubin, die zijn allebei lid van CSSR. Dat is niet de CSSR, de Tsjechoslowakei van in de tijd. Dat heeft te doen met de orde van de Redemptionisten. De R staat voor Redemptionisten. Ja? Dat is dus die orde die Liguori zelf opgericht heeft in de 18e eeuw. Oké. Daar willen we nu niet al te ver over gaan uitwijzen, maar is, ik zeg het, ik heb het in het verleden ook al gezegd en ik kan het elke keer echt alleen maar kunnen meer en meer benadrukken. Mensen, doet uw eigen onderzoek. En wat wij hier geven, dat is u die richting geven van waar je kunt onderzoeken, waar je kunt gaan bekijken, waar je kunt bevestigen wat we hier geleerd krijgen. Of waar je dat kunt weerleggen. Je kunt ook proberen te weerleggen. Ik wens je veel geluk. De moraaltheologie van de Jezuïten heeft nauwelijks een satiricus nodig. Zijn humor staat op zichzelf. Overweeg Herman Busenbaum, een van de sociëteits meest vereerde moraaltheologen. Ik heb geprobeerd Busenbaum zijn Medulla Theologica Moralis, dat merk van de moraaltheologie van 1645, te machtigen. Het is alleen verkrijgbaar in een Duits antiquariat in Latijn. Ik kan geen Latijn in de 17e eeuw lezen en het is dus niet vertaald naar een andere taal, spijtig genoeg. Maar dus Busenbaum schreef letterlijk het boek over zelfingenomen logica. Dat is in feite wat de moraal van de Jezuïten en wat de moraal van de Romeins-Katholieke Kerk is. Zelfingenomen logica. Zijn gevierde Medulla Theologica Moralis genoot van meer dan 200 drukken en was een vereiste ethische lezing in alle Jezuïten hogescholen. Dus als je weet wat Busenbaum geschreven heeft en je weet dat het een vereiste lezing in alle Jezuïtische hogescholen is, dan weet je dat iedereen die een Jezuïtische hogeschool bezocht heeft, deze ethische lezing gevolgd heeft en daarom met deze ethiek, met deze moraal geïndoctrineerd is. En dat is die manier hoe dat hij later handelt en leeft en regeert in zijn positie die hij doet. Dat moet je hieruit begrijpen. Busenbaum, een man met een stevige eetlust, construeerde een dubbelzinnigheid om zich te ontheffen van de verplichting om op vrijdag vis te eten. Op vrijdag mag elke goede katholiek alleen wezens eten die in het water leven, wat het bestellen van een lekkere geroosterde eet rechtvaardigt, want die zwemt ja op het water. Dat is die moraaltheologie om geen vlees te eten op vrijdag. Dat is maar één voorbeeld, ja. Busenbaum liet zien hoe mentale reservatie in misdadiger kon laten ontsnappen aan een beschuldiging van inbraak. Heb jij het raam geforceerd om op misdadige Weise toegang te krijgen tot den pand? Vraagt de rechter. Zeker niet, antwortte beschuldigte. Qualifizierte zijn ontkenning met de mentale reservatie. Ik ging naar binnen door het dakraam. Peter Gury, die uit zijn boek Casus Conscientiere, Moraaltheologie aan het Romaanse College doseerde, keurde de manier goed waarop een overspellige vrouw, die zojuist absolutie van haar zonde heeft ontvangen van een priester, mentale reservatie hanteerde om haar echtgenoot te misleiden. Op smeekbede van haar echtgenoot ontkende ze absoluut haar fout.
Ik heb het niet gedaan, zei ze. Wat betekent overspel, zoals ik verplicht ben te onthullen. Met andere woorden, ik heb geen overspel gepleegd. Ze zou haar zonde kunnen ontkennen, zoals een dader misschien zegt aan een rechter die hem illegitiem ondervraagt. Ik heb geen enkele misdaad begaan, mentaal toegevoegd, op zo'n manier dat ik het zou moeten onthullen. Dit is de mening van Sint Luguri, die ik u juist heb laten zien, en vele andere moraaltheologen der Romeins-Katholieke Kerk. De Sint Liguori, waarnaar Guri verwijst, als Alphonse Liguori, door Paus Pius XII uitgeroepen tot patroonheilige en beleiders van moralisten. Sint Liguori was zelf geen Jesuit, maar hij was aan hun toegewijd. Hij faciliteerde overspel door middel van dubbelzinnigheid. Citaat: een overspellige vrouw ondervraagd door haar echtgenoot kan haar schuld ontkennen door te verklaren dat ze geen overspel heeft gepleegd, zoals betekende in de manier waarvoor de definitie overspel vaak wordt gebruikt in het Oude Testament. Einde citaat. Casuïstiek is het proces van het onjuist toepassen van morele principes in het bepalen van de rechten of fouten van een zaak. Het woord casuïstiek komt uit gevallen. W. W. Webster stelt casuïstiek gelijk aan rationaliteit, citaat, om ervoor te zorgen dat iets redelijk lijkt, om aannemelijk maar onware redenen voor gedrag te maken. Einde citaat. Begin 1999 merkte David Moranis, president Clintons biograaf, in een talkshow op dat de president zijn formidabele waardigheden als crimineel beklaagde te danken heeft aan, citaat, zijn opleiding in casuïstiek aan Georgetown Universiteit. Einde citaat. De grote Jesuit, casuist Antonio Escobar, vergaf het kwaad, zolang het werd gepleegd, om een verheven doel na te streven. The end justifies the means, daar komen we naartoe. Zuiverheid van intentie, verklaarde hij in 1627, kan acties rechtvaardigen die in strijd zijn met de morele code en menselijke wetten. Zuiverheid en intentie kan acties rechtvaardigen die in strijd zijn met de morele code en menselijke wetten. Hermann Busenbaum bekrachtigde Escobar met zijn eigen beroemde stelregel: Cum finis est licitus, etiam media sunt licita. Als het doel legaal is, zijn de middelen om dit doel te bereiken dat ook. Escobar en Busenbaum komen neer op de essentiële leer van jesuïtisme. Hier staat van terrorisme. Ik zeg jesuïtisme. Het doel heiligt de middelen. Als het doel goed is dat op het einde van alle daden staat, dan is elke daad goed om dit doel te bereiken, ook al zijn deze daden tegen de wetten in. En wie bepaalt of het doel goed is of niet? De antichrist. Casuïstiek loste het probleem van woeker op. Hoewel de stem van Jezus gebood, maar hebt u vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen, en uw loon zal groot zijn en je zult kinderen des Allerhoogsten zijn, want hij is roede tieren over de ondankbaren en bozen in Lucas 6,35. Vragen Jesuiten veel geld schiet als exorbitante rente. Pater Guri legt het principe uit. Als u 100 frank uitleent, verliest u daardoor 10 frank. U leent werkelijk 110 frank uit, dan zult u 110 frank ontvangen. Casuïstiek heeft inderdaad de morele toon voor de wereldeconomie gezet. In zijn Universae Theologica Moralis, dus de katholieke moraaltheologie tussen 1652 en 1666 geschreven, sprak Antonio Escobar de mening uit dat, citaat, het geven met gebrek aan gewicht niet als een zonde zou worden beschouwd, indien de officiële prijs voor bepaalde goederen zo laag is dat de handelaar daarbij geruineerd zou worden. Nu, neem dat wat hier staat, geschreven door Antonio Escobar, met de moraaltheologie van de katholieken, en hou het tegen dat wat je in het boek Numeri van de Bijbel kan lezen, het derde boek van Mose, waar het gaat over maten en gewichten en ware betalingen en waarden.
Door deze redenering is het internationale netwerk van centrale banken, te beginnen met de Tempeliers en ondersteund door de Sociëteit van Jezus, vrijgesproken van manipuleren van geldwaarde. Als dit het geval is, helpt het individuele soevereine nazistaten om hun onderdanen te onderwerpen. Onderdanen zijn cyclus vereist om afscheid te nemen van echte waarden, afspraken. Dat wil zeggen, zuurverdiende gouden en zilveren munten, een ruil voor immaterieel krediet in papieren biljetten, waarvan de ambtenaar beloofden het terug te betalen in kostbare munten. Zijn cyclus verbroken. Zo had het machtigste ambt in het Rooms-Katholicisme, het zwarte pausdom, zou mogelijk stabiele nationale economieën bevorderd hebben door middel van het goddelijke, eerlijke monetair systeem, zoals geboden in de Bijbel, in Leviticus 19, verse 35 en 36. Citaat, jij zult geen onrecht doen in het gerecht, met de el, met het gewicht of met de maat. Jij zult een rechte ware hebben, rechte weegstenen, een echte Eva, een echte Hin. Ik ben de Heere God, die u uit Egypteland uitgevoerd heeft. In plaats daarvan promoten de casuïstiek van Escobar handelaren meer in die richting om officiële waardemanipulaties te overleven door een andere te bedriegen. Er folgen aanzienlijke sociologische gevolgen. Wanneer tekortschietend beleid wordt, stelt dat een moreel paradigma vast. Dat paradigma regelt meer dan alleen commerciële transacties. Het beïnvloedt ook menselijke relaties. Partners in vriendschappen, huwelijken en gezinnen beginnen met te weinig gewicht te meten, minder gevend dan vertegenwoordigd. Dit resulteert in eenzijdige, frustrerende, dysfunctioneel emotionele transacties en uiteindelijk een afwijkende samenleving. De ultieme begunstigde van afwijkende samenleving is natuurlijk de Pontifex Maximus, wiens beroep hun regulering is. Als we alleen afhankelijk zijn van woordenboekdefinities, leren we dat het jesuïtische kerkmensen en leraren zijn die ons met twijfelachtige morele rechtschapenheid waarschijnlijk zullen bedriegen, bedotten, laten vals spelen, plotten, plannen misleiden en verwarren, terwijl ze vermijden zich verbaal uit te spreken. Als we hun gepubliceerde moralisten bestuderen, voelen we nogal levendige aanwezigheid van de bedrieger. Satan, met andere woorden. Maar ter verdediging van de sociëteit moet worden gezegd dat legitieme karaktereigenschappen voor een militie zijn, bekrachtigd door een declaratie van oorlog, en we moeten niet vergeten dat de bull van Paulus III, Regimini Militantes Ecclesia, de sociëteit van Jezus, precies zo'n declaratie geeft. Het menselijk leven in een verklaarde oorlog wordt onderworpen aan de eerste grote oorlogsregel, belli legum dormit, in oorlog slaapt de wet. Wanneer de wet slaapt, zijn de enige wapens van de ongewapende priester de intriges, het bedrog, de dubbelzinnigheid, de casuïstiek en mentale reservatie waarmee de jezuïten zichzelf zo vaak berucht en veracht hebben gemaakt. In de komende hoofdstukken zullen we onderzoeken hoe de sociëteit van Jezus oorlog voerde tegen Groot-Brittannië en de Britse koloniën tijdens de tweede helft van de 18e eeuw en vervolgens één eeuw later tegen de soevereine Amerikaanse staten. In elk geval was de oorlogvoering van het hoogste niveau. Het was zo subtiel bedacht en meesterlijk uitgevoerd dat geen van beiden de aanwezigheid van jezuïten in de gaten hield. Verbazingwekkende technologie van Jesuiten-oorlogvoering is het onderwerp van ons volgende hoofdstuk. En daar gaat het over The Art of War. Dat was heel mooi, Jurich. We hebben een keertje een heel hoofdstuk gehad. Ja. Mooi, hè? Ja, het is, ik denk voor mensen nou, dat is ook wel duidelijk van waarom is de wereld in zo'n staat waar de wereld zich nu is, dat al dat leugens en bedrog, wat iedereen onder ogen ziet, vooral met COVID en nou die oorlog in Rusland en Oekraïne, hoe dat eigenlijk tot stand komt. Omdat ze gewoon meesters zijn in het liegen en bedriegen en ja, mentale reservatie, casuïstiek, dubbelzinnigheid, wat we net allemaal hebben gelezen. En dat ze voor zichzelf nog goed praten ook nog. Ja, daarom wilde ik graag dit hoofdstuk een keertje gelezen hebben online.
Was eine gute Köse. Danke. Und ich habe mich gut eingelesen, finde ich. Es ging redlich flott, hè? Ja, je hebt een hele goede uitspraak ook. Ik zat te luisteren alsof het gewoon een uitzending van jouzelf was. Gut, zoals ik zei, wij zijn dankbaar voor iedereen die een keer de moeite doet om een commentaar te sturen. Is het nu over dat wat je gehoord, gelezen of zelf gestudeerd hebt, of iets wat je zelf wilt studeren? Als je vragen hebt, als je zegt van dit en dit is mij nog niet duidelijk, dan vergeet alsjeblieft niet, we zijn van het eerste naar het tiende kapitel gesprongen. Dat boek heeft 22 kapitels, als ik het juist herinner. En dus. Wij gaan niet alles in de juiste volgorde lezen. Wij gaan zeker nog dat met die reis gaan lezen. Waar de Carols Europa gaan bezoeken. En waar dat we over de Rothschilds te spreken komen. Want dat heeft ja ook een beetje met bedrog te doen. Over dat geldsysteem dat hier al een keer aangesproken geweest is. Dat Ja, dan moest ik ook. hoofdstuk gaan we zeker vroeger of laat gaan lezen. Of dat we dat direct volgende week gaan doen. Of de volgende keer als Nout een examen komen, dat weet ik niet. Ik laat het aan Nout over om die dingen uit te zoeken wat we gaan lezen. Ik vond het leuk op die manier hoe dat gelopen is. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid dat ik nog een keer gedacht heb aan de Royal Declaration voor te lezen. Die ja ook weer een beetje up-to-date is, laat ons maar zeggen. Doordat je juist in Engeland een nieuwe koning gaan krijgen, die wordt nog veredigd, dacht ik. Hè? Is nog niet gebeurd. Hè? Of is misschien juist gebeurd, ik weet het niet. Maar dus in elk geval dat je weet dat wat de officiële eed is, het is één ding. En dat het dan toch ergens anders geschreven staat. Dat hij moet zeggen dat hij geen bedenkingen daarbij doet. Dat hem geen mentale reservatie gaat gebruiken. Without any equivocation en zo verder. Ik kan u niet al die woorden dan niet vertalen, maar dat kunt u zelf ook doen. En dat is dus, ja, dat is voor mij, zegt dat dus gewoon alles, hè. Dat is een Het heel zou goed best wel voorbeeld. eens kunnen zijn dat het in Nederland ook is, want de Koninkrijk der Nederlanden is natuurlijk opgesticht door een protestant ook, door Willem de Zwijger. Dus het zou me niet eens verbazen dat dat ook in de Nederlandse constitutie staat, omdat de koning ook zo'n verklaring af zou moeten leggen. En ik kan je met zekerheid zeggen dat hij geen protestant meer is. Nou wel, je kunt toch die eten een keer voor volgende keer uitzoeken misschien, en dan kunnen we daar Ik zou volgende eens keer over gaan kijken spreken. of ik daar wat kan over vinden, dat we daar volgende keer een keertje over kunnen praten, ja, of dat ook in Nederland het geval is. Interessant. Goed, ik voor mijn geval hou het hierbij bekeken voor vandaag, voor de lezing. Ik vond het interessant om met Nou een keer samen te komen, om een volgende hoofdstuk uit Heersers van het Kwaad te lezen. Dank je Nout voor het fantastische werk van de vertaling die je gedaan hebt en voor de ondersteuning daarbij. En ik zal zeggen, wat jou betreft en wat de toeschouwers betreft, van mij persoonlijk, tot de volgende keer. Shalom en Maranatha en nog een paar afsluitende woorden van broeder Nout. Ja, dankjewel Jurg voor deze prachtige lezing. Ik heb echt boeiend geluisterd. En ik heb zelf ook even gekeken of het klopte met de tekst en grammatica natuurlijk. Ik heb eigenlijk maar één foutje gezien en het was Paulus. Paulus stond er, geloof ik. Dus dat moeten we eventjes aanpassen. Ik wilde ook nog eventjes meegeven aan de mensen dat bijna Reformatiedag is. 31 Oktober, oktober. ja. En welk jaar was het? Dat ik ben de 1517. En wat 1517. van die tijd dus historisch bekend is, is dat Martin Luther die 95 Theses openbaar gemacht heeft in Latein, in Pamphleten, dus op Papier geprint. Wat niet historisch bewiesen ist, ist, dass er diese auch tatsächlich an der Kerkdeur in Wittenberg genagelt heeft. Das ist historisch nicht bewiesen, aber dass er sie in Latein gedrückt heeft und verdeelt heeft und het Land ausgestuurd heeft, ist bekannt. Und dass sie kurze Zeit danach vertaalt werden nach Deutsch, ist auch bekannt. Und dass sie so das heel het Romeinse katholieke Reich
tot wanken gebracht hebben, een slag toegebracht hebben. Dat was het begin van de reformatie. Ja, en we hebben natuurlijk het licht, de Bijbel, kunnen lezen in het ware woord van de Textus Receptus. En ik denk dat wij ook Martin Luther heel dankbaar moeten zijn, omdat de middenkleinbedrijf en onze, ja, wat wij op dit moment zijn als land, onze vrijheden die wij hebben, die hebben wij door middel van de reformatie gekregen. Heel veel mensen zijn dat gewoon vergeten. En helaas is deze dag ook gekaapt door Satan met zijn Halloween. Ook hier sta ik altijd van te kijken, want hoe lang is het geleden dat mensen dit überhaupt vierden? En tegenwoordig, ja, ik weet niet of het door commercie komt of dat het ook spiritueel is dat mensen het nu ineens overnemen, dat hele Halloween gebeuren. Maar voor mij is het de reformatiedag. Voor mij is het de dag dat de Bijbel leesbaar kwam als gevolg daarna. En dat Martin Luther de antichrist een slag toebracht. En ik vind dat we die dag moeten herdenken. Dus iedereen alvast een fijne reformatiedag. En ook een fijne sabbat, want het is vrijdagavond, zonsondergang. Bedankt voor het luisteren allemaal. En als u geïnteresseerd bent in Mohammedisme, het begint me steeds duidelijker te worden hoe Mohammed ook wordt gebruikt, hè, Mohammedanen, door de antichrist. Ik heb op mijn kanaal nu de eerste paar lezingen staan. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, dan zou ik zeggen, kijk een keertje op mijn kanaal. Ja, ik kijk het juist. Dat is een tweede deel die je juist gisteren of zo uitgebracht hebt. Christus, ja. Mohammed en ik van Mohammed Al-Ghazali. Ik probeer het een beetje in dezelfde trant te doen als Brett en Jorg en Tom. Ik heb nog veel te leren, maar ja, al doende leert men. En dat zou mij een vreugd doen als u dat ook een keertje ziet. En daarin ook de waarheid mogen kennen, zodat u ook met de bekende Mohammedanen, waarvan het er steeds meer worden onder ons, gewoon ook de waarheid kunt delen. Want hoe meer zielen wij winnen voor God, hoe meer, ja, zielen dat we de duivel onttrekken. Ja, nou, dat klopt. Dus voor mij, fijne sabbat en bij deze Maranatha.